Leidschendam-Voorburg wil meer doen aan de acceptatie van de GLTB-gemeenschap. En dat zeg je tegen al die afkortingen. Dat is gay, lesbian, transgender en bisexual. Nee, bisexual. Jij bent wel op zijn Engels. Het is allemaal Engels. Nou, het is wethouder Rozenberg die daar staat. Die maakt zich sterk voor de GLTB-gemeenschap. Ja. En wij zijn hier een beetje om de boel wat aan elkaar te praten. Wij komen uit Bloemendaal allebei. Ja, Aardehout. Aardig. Gemeente Bloemendaal. Ja, gemeente Bloemendaal. En we hebben een homoseksuele tuinman. Dus dat is eigenlijk het linkje. We zagen het als een tuinpak. En de manier van schoffelen. Ja, en wat gebeurt er met de kast? Die is eigenlijk tweeledig. Die is tweeledig. Als je het idee hebt van, nou, ik voel me al een tijdje GLTB, dan kan je er op deze dag uitkomen. Maar, het zijn natuurlijk maar 1 op de 10, hè. Dus ook mensen die denken van, nou, ik wil wel eens weten hoe dat is om uit de kast te komen. Of dat nou wel zo makkelijk is. Of wij zeggen proberen. En wij zeggen probeer het eens gewoon een keer. Hè. Ja. Voel nou hoe het is om zo aan plein publiek uit een kast te komen. Ja. Dat is het eigenlijk. Het is een heerlijk gevoel. Ik heb ook begrepen, het zou gaan om een recordpoging. Maar we proberen zoveel mogelijk mensen door die kast te jagen. Ja. Dat is eigenlijk de bedoeling. Ja. En dan mensen die vandaag ook echt uit de kast komen of sympathisanten? Nee, juist de sympathisanten. Dat doet ze altijd, moeilijke woorden. En de helft van het publiek begrijpt niet wat ze zegt. Gita. Wat moeten we met je aan? Kom maar. Fijn. Kunnen jullie uitleggen waar het deze dag om gaat? Kunnen jullie dat uitleggen? De roze zaterdag. De roze zaterdag? Ja, ik geloof het wel. Om te accepteren, om iets te accepteren. Of, ik weet. En wie moet er dan geaccepteerd worden? Ik heb begrepen dat het over hoe je bent gewoon. Ja, dat je accepteert hoe je bent. Dat mensen accepteren dat je homo of lesbisch bent? Dat je als jongen geboren bent en dat je meisje wilt worden. Of als je meisje bent geboren en dat je jongen wil worden. 1, 2, ja! Heel goed, Thomas! Zij zat al zo lang. Kom maar, breek maar uit. Ah! Ja, mensen moeten wel uit de kast komen, omdat ze moeten laten zien wie ze zijn. I thought it was a toilet. No, it's not a toilet. Please don't use it like that. And we want people to support the gay, lesbian, transgender and bisexual community. If you're not yourself you support them, please come out of the closet. Please, okay. Do that. Would you like that? No, I don't think that's my thing. No. Really? No, that's not my thing. You're disappointing us, really. I have to disappoint you. Rogier, zet hem op. Hou hem vast voor je. Hey, Rogier, bravo. Waarom bent u naar uit de kast gekomen vandaag? Om het steunen van de lesbian, gay en transgender community. Goed initiatief. Wat gaan jullie zo dadelijk doen? We gaan zo een dansshow geven. En van wie zijn jullie? SNW. SNW, en waar staat dat voor? Sport en welzijn. Hoe heten jullie? World Girls. Het bestuur is aardig vertegenwoordigd vandaag. Ja, dat klopt. We zijn hier met z'n allen. Alle wethouders en de burgemeester en ook een aantal raadsleden zie ik. Maar waar het volgens mij vandaag om gaat, is om aan te geven dat iedereen, ongeacht achtergrond, geloof, etc., gewoon deel uitmaakt van deze samenleving. En daarvoor zijn we hier. We gaan hier gewoon een jaarlijkse traditie van maken. Een mooi feestje waarbij we echt hopen dat een ieder die aangeeft van, nou, ik heb nog even iets te zeggen tegen mijn ouders of tegen vrienden en een omgeving, vandaag een extra duwtje in de rug krijgt om ook gewoon heerlijk zichzelf te kunnen zijn. Wat we gaan doen is aandacht besteden aan de acceptatie van homo's, lesbiennes, transgenders en biseksuelen. En dat doen we op Coming Out Day. En dat betekent dat we de regenboogvlag hijsen. Daar maken we een feestje van om ook zichtbaar te maken dat iedereen in Leidschendam-Voorburg kan zijn wat hij is. Leidschendam-Voorburg is een zogenaamde koplopergemeente. En dat betekent dat wij een extra subsidie hebben gekregen van het Rijk. En daarmee organiseren we allerlei activiteiten om Leidschendam-Voorburg ook op deze manier op de kaart te zetten. En inderdaad, iedereen die sympathie heeft voor dit beleidsveld, is van harte welkom om uit de kast te komen. Dus u gaat ook vandaag even uit de kast komen? Nou, ik bel uit de kast. Oh.
kom gewoon nog een keer eruit. Dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in Voorburg in de Herenstraat. Bij dit hele bijzondere evenement. Het hijsen van de regenboogvlag als symbool van Coming Out Day. En Coming Out Day is de dag waarin iedereen mag laten zien wie die is. Homoseksueel, lesbisch, biseksueel, transgender, het maakt niet uit. Vandaag is dat dus hier in de Herenstraat met het hijsen van de regenboogvlag en het wereldrecord uit de kast komen. En daar staat de kast en dat record winnen wij altijd. Het is namelijk de eerste keer dat dit record wordt georganiseerd. Dus dat wordt een groot succes. Als je sympathie ervoor hebt, kom uit de kast en laat zien dat je inderdaad met elkaar voor elkaar staat. Kunt u teruggaan naar het moment waarop u zelf uit de kast kwam? Wat was dat voor u? Nou, dat was een heel belangrijk moment. Omdat je dan laat zien wie je echt bent. En je ook vrij kunt zijn in je leven. En was dat een moeilijk proces voor u? Nou, dat is iets wat voor iedereen denk ik anders is. Dat heeft soms wat aanlooptijd nodig. En voor anderen gaat dat vrij vlot. Het was een mooi moment. Zeker. Zijn er nog plannen voor de toekomst? Ja, uiteraard de voorlichting op scholen. Op school, heel goed. Hoe gaan we om met sportverenigingen? Maar op primair of secundair onderwijs? Met name secundair. Secundair. Ja. Dus. Nou, en daar gaat wat u was bij sport. Vertellen. Ik onderbrak u. Nee, ja. Ik was bij sport, bij scholen, de netwerkborrel. Er is aanstaande donderdag een seminar voor ouderen, homoseksuelen. Oud-Rozen. In de regio. Oud-Rozen. Dat vind ik leuk. U heeft uw naam ook wel mee, hè? Ja. En u weet waar we hier staan? In de Herenstraat. Acceptatie is gaaf. Wat een moderne wethouder hebben wij, hè? Ik vind hem al geweldig, ik hoor. Ik vind hem leuk. Hebben jullie het er allemaal op staan? Coming Out Day. Oh, is dat waar? Oh, maar ik dacht dat die meneer een rol speelde. Dat hij dat het gewoon een of andere ludieke bijeenkomst was. Zou u uit de kast willen komen? Ik hoef niet uit de kast. Nee. Maar het is vandaag ook een recordpoging om zoveel mogelijk mensen ook te bereiken die daar gewoon sympathie mee hebben. U kunt dat laten zien door letterlijk en figuurlijk uit die kast te komen. Hoi! Kijk eens, meisje. Oh, heerlijk. Kom er maar uit. En voel wat je voelt, hè. Voel wat je voelt. Ja. Hartstikke leuk. Oh, hoe voelen we het nou? En het staat gewoon heel Voorburg uit te kijken. Ik wil je de woorden een beetje in de mond leggen. Ja, hè? Want nou, je niet komt een beetje, op tv. Hoor. Nou. Je citeert zo wat, zeg. Nee. Geef maar hoor, dat gaan we te kijken of Peter klaar is. Oh, Peter. Nou. Nee, ik draag het uit de kast komen en warm hart toe. Dus het is ook goed om dat even zelf te ervaren. Heel mooi. Ja. Nou, ik doe heel gewoon, want ik vind dat het er gewoon allemaal bij hoort. Komt u vandaag ook nog uit de kast? Ik zal zeker het beleid steunen, maar ik heb geen andere reden om uit de kast te komen. Maar dat hoeft ook niet, hè? Dat is, u bent, neem ik aan, sympathisant. Zo is het, ja, zonder meer. Kom maar, Floor. Ja. Oh! Dankjewel. Hallo. Nou. En hoe voelde dit nou? Bevrijdend natuurlijk. Bevrijdend. Ja. Kunt u zich voorstellen dat het voor mensen heel erg bevrijdend kan werken? Nou, nof. We werken allemaal onder het juk van wat zouden buren vinden en wat vinden andere mensen van ons. Ja, dat hebben we allemaal last van. Laat staan dat je nog eens een keertje heel anders bent. Nou, dan is het gewoon heel fijn om gewoon te kunnen zijn wie je bent. Acceptatie is? Dat je je voelt zoals je je mag voelen. Acceptatie is dat wij samen Leidschendam en Voorburg zijn. Acceptatie is voor mij dat je volgens de grondwet leeft en dat met name artikel 1 daarvan, waarbij iedereen gelijk is en gelijke kansen heeft, de leidraad in het leven is. Het was echt een enige dag, het voltallige college van Voorburg, inclusief de burgemeester was er. Dus er is heel veel aandacht geweest en mensen
Mensen reageren vreselijk leuk en spontaan. Dus ik denk dat echt het fundament voor de GLTB-gemeenschap in Voorburg perfect gelegd is door iedereen. En zeg ook even dat er zo ontzettend fijn gereageerd is door iedereen. Ja, iedereen reageerde echt heel erg. Niemand is verlegen. Nee. Ik vind het echt niemand is verlegen. Ik denk dat we hier komen wonen, hè, Els? Ja. Ik vind het onze volgende woonplaats. Ja, ik ben licht claustrofobisch, Jacques, dus ik ga me nu terugtrekken, denk ik. We gaan terug uit de kast. Ja.